kampioen, dat is power, power. En daar heb ik aan die Kermikske. Hij gaat fluisteren, fluisteren van Afrika. Bakveld in de, met zijn international in de powerpool is 5,5 tonsklasse. Ja, 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 ja. Hij gaat er niet pakken. Ik dacht dat je dwars in de dijk er zo gaan, maar gelukkig niet. En dan gaan we even kijken naar de powerpoolers. Arie Paas. Ja, dat is een goed gevoel, ja. En wel de mannen van 10. Onderweg is Gerrit Vossen. En de powerpoolers. 5,5 tonnen. En op baan 1 zien we Frank de Deur met zijn John Deere. En die powerpoolers. 5,5 tonnen klasse. Dan hebben we dus een 4 op het voetbalveld. Ja, dat is het over 14.76. Waar iedereen een voelt, voelde behalve Marco van Groenveld. En wat doet Marijn Keurtjes? Ook is het voelvoel. Voelvoel. Waar zijn we nog niet geweest? In de tent zelf zijn we nog niet geweest. Vooral even in de tent kijken. Mocht de optie lopen en je mocht daar willen missen, kom naar de bus toe. Kom naar de bus toe. Dag Pieter. We gaan in de tent kijken. Ja, we gaan eens naar de tent gaan kijken. Zo is. We gaan even naar de tent. Want dan hadden we op de derde plaats Remco Schoenmakers en een spoelhof moest uitmaken wie het zou winnen. Op de tweede plaats werd geëindigd Frans Stielen en met eerste prijs ging mee naar Kasten Rood. In de spoelhof is hij verhaal van ons landbouwklassen. Remco Schoenmakers, Frans Stielen, Kasten Rood. Jullie kunnen hiermee...